In de hoofdklasse speelt RKV weer een wedstrijd voor eigen aanhang. De mannen van trainer Mauricio Cecucci ontvangen Minor. Ja, dat betekent gewoon dat RKVV kan goede zaken doen. Dichter bij Minor komen en afstand nemen onderin. Ja, helemaal. En met het thuisvoordeel in de rug moet dat goed kunnen komen. Al hebben ze daar ook al heel wat punten gemorst. Vaak spelen ze ook gewoon niet verkeerd en zelfs goed. Alleen ze belonen zichzelf niet altijd. En ook hier blijkt dat scoren, dat breekt ze op, het scorend vermogen. Nou, als je dan toch Karan Bukhari onderweg verliest, toch een creatieve ja. Speler met scorend vermogen. Maar goed, Cecucci zal zeker vertrouwen putten uit het duel wat ze eerder tegen hen speelden. Dat was een nipte 1-0 nederlaag. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Ik houd hier op een thuisoverwinning voor RKVV.